Welkom bij Regio 2 aan tafel Suriname. We gaan het hebben over een onderwerp wat enige actualiteit heeft. Kritiek op de eenzijdige voorlichting over het slavernijverleden. Tijd om daar aandacht aan te besteden en dat doen we met mijn gast Kenneth Couvelet. Dit en meer in deze aflevering van Regio Tafel Suriname. Kenneth, een bijzonder hartelijk welkom. Dank u wel. Ja, we hebben goed met elkaar gecommuniceerd. Ja. En het gaat over onder andere het slavernijverleden en de benadering in de media over. De benadering in de media door de overheid, de lokale overheden, etcetera, etcetera. Ik stel voor dat we de introductie eventjes nu doen. Voorman Kenneth Couvelet van de politieke partij UCF in Tilburg vindt het beschamend dat 160 jaar na de afschaffing van de slavernij in de West nu te horen is dat het 150 jaar geleden is. Na de administratieve afschaffing in 1863 ging de slavernij 10 jaar onder staatstoezicht door in Suriname. Daarom wordt vaak gesproken over afschaffing van de slavernij in 1873. Maar die staatstoezicht was er niet op Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Eustatius en Saba. De Antillianen vinden het onbegrijpelijk dat zelfs overheidsorganen en publieke omroep niet weten dat de slavernij op Sint Maarten al in 1848 werd afgeschaft. Ze willen ook af van de naam Kittikotti, want dat is een Surinaamse uitdrukking. Ze willen één naam voor de afschaffing van de slavernij die voor de hele Afrikaanse diaspora gemeenschap acceptabel is. Nou, nog even voorstellen dan, Kenneth. Allereerst, je bent president van de Sint Eustatius African Burial Ground Alliance, President Monuments Foundation Sint Eustatius, Primary Founder Mental Health Caribbean for the Psychiatric and Education Care of Eustatius and Saba. Mm-hmm. Nou, hoef je niet te vragen waar je vandaan komt. Nee, Sint Eustatius toch wel voor de kijkers. Dat lijkt me wel duidelijk. Je hebt kritiek geleverd op, of althans jullie als organisatie hebben kritiek geleverd op de eenzijdige voorlichting die is ten aanzien van de slavernij. Ja. Wat bij de introductie al opviel is, er wordt gesproken over 150 jaar slavernij, 160 jaar omdat het 10 jaar later is ingegaan. En je hebt het zelfs over 175 jaar slavernij. Ja. De uitleg daarvan? Nou, dat klopt. Kijk, zo en zo, laat voor dat afschaffing van de slavernij, officieel door Nederland, is in 1863. En dat betreft Suriname ook, wat dat betreft. Puur formeel is Suriname ook in 1863 slavernij afgeschaft. Alleen men is doorgaan met 10 jaar lange onze voorouders tot slaaf te houden in Suriname. Ja. Om natuurlijk de opbrengst door de katoen en de suikerindustrie en alles, om de slavenhouders ook mede daardoor te betalen. Dus voor ons op de Antillen is eigenlijk, het is geen 150 jaar die klakkeloos onder één nummer wordt genomen door de media en ook in de overheid documentatie, de algemene media uitzending. Ik zag tijdens de koning en zijn excuses, er werd in Nieuwsuur letterlijk over 150 jaar gesproken alleen. Terwijl eigenlijk de Antillen gaat het om 160 jaar. Sint Maarten, Frans en Nederlandse kant, is al in 1848 door de verzet van onze ouders slavernij afgeschaft bijvoorbeeld. Tevens ook door de persoon, onze verzetleider op Sint Eustatius, Thomas Dupersuy, in 1848 capituleerde men ook op Sint Eustatius. Kijk aan, dus daarom die 175 jaar, dat is dan bij deze dan in ieder geval rechtgezet. En dan geven wij het in de media in ieder geval juist weer. Dat is op zich ook nog niet onbelangrijk. En dan vooral dat Kittikotti. Jij ziet dat meer als een Surinaamse aangelegenheid en het zou wat breder getrokken moeten worden. Er zijn twee dingen. Het slavernijverleden gaat niet alleen over het land Suriname. Laten we even dat Nederlandse transatlantische slavernij en kolonisatie gaat niet alleen over het land Suriname. Het betreft Curaçao, Aruba, Sint Eustatius, Saba, Bonaire en Sint Maarten. En daar hoor je het bijna nooit. En als je het summier hoort, dan hoor je even tussen slaafs Curaçao. Als men de naam Curaçao ooit op het oog. Dus het gaat ook niet om de term per se Kittikotti, dat is de Surinaamse bevolking ding. Maar op de eilanden wordt gesproken over Emancipation Dag. En ik vind op 1 juli
zou een verzameling van al die landen met wat zij memoreren eigenlijk. Want ik vind de term op 1 juli vieren, er is niks te vieren gezien de gruwelijkheden, et cetera, in verband met onze voorouders. Er is niks te vieren, vind ik. Dus je zou het moeten herdenken? Herdenking, ja. Ik zou kunnen voorstellen dat een ander dag komt voor de viering als zodanig. Maar op dat moment, als ik kijk afgelopen 1 juli op de Museumplein in Amsterdam, er wordt gedronken, dronkenheid en getans en lachen. Er is geen seconde eigenlijk de memorie, de herdenking besef aanwezig van onze voorouders in relatie tot de meest barbaarse gruwelijkheden die zij hebben moeten ondergaan. En ik vind dat is niks aan te vieren op zo'n moment. Maar dat is natuurlijk een interpretatie die ieder voor zich heeft. Aan de andere kant is het wel zo dat waarom dat Kitty Kotti verhaal is natuurlijk met de Srividenti. In 1975 is dat geweest. Zijn er heel veel Surinamers in Nederland gekomen. Er wonen in Nederland op dit moment 350.000 ja. Surinamers. En betekent dat dan ook niet dat daardoor ook de aandacht veel meer uitgaat naar die specifieke groep? Nou ja, dat zei ik al. Ik heb geen probleem met de term Kitty Kotti. Dat is een Surinaamse bevolking ding. Ja. Wat ontbreekt hier is de volledige geschiedenis omtrent het slavernijverleden. Het gaat niet alleen om Suriname en het moet ook niet alleen om Suriname gaan. En Kitty Kotti is de term eigenlijk die de Surinamers hanteren. Maar ja. Ik heb een probleem toch wel en niet ik alleen. Dat zie je sinds 1 juli met de excuses van de koning ook. Wat valt op 1 juli te vieren? Op zo'n moment, het is spiritueel in relatie tot onze voorouders en de Afrikaanse filosofie, om je voorouders te eren met respect. Maar als ik u mag onderbreken, het is op zich, voor deze specifieke keer, ja. waarop de koning zijn excuses aanbiedt, ja. is wel een feestje waard. Nou, dat vind ik niet. Van okay. De koning komt eigenlijk overdue met zijn speech. Want let wel dat de VN en de Europese parlement heeft al lang de gruwelijk barbaarse heden naar onze voorouders, die zij ja. hebben moeten ondergaan als tot slavenmaakte mensen, allang als crime against humanity beschreven. Ja. Dat Mark Rutte en de koning nu komt, ja goed, dat is niet nieuw voor mij. Maar als u het breder trekt, hè, ja. laten we even de advocaat van de duivel zijn. In eerste instantie zegt u nu, het is niet alleen Suriname, je moet ook de Antillen erbij ja. nemen. Terecht, maar aan de andere kant kun je ook zeggen dat door de excuses de koning in ieder geval als eerste wereldwijd op dit niveau excuses aanbiedt. Want dan moeten natuurlijk nog vele volgen. Ja, kijk, die excuses is een beetje een trend aan het worden. Hè? Ik ben daar niet alleen. Ik zit vanavond in Amsterdam bij Black Akhuis. En de vraag is, men heeft het opeens over healing na die excuses. Mark Rutte 19 december, de koning nu. Ja. Maar er is drie pijlers wat de Decade of African People betreft door de VN. Erkenning, dat is wat Rutte heeft lang overgeazeld en ooit gezegd, aantal keer, ik ga dat niet doen. Uiteindelijk heeft hij het gedaan. De koning is daarmee gaan volgen. De beide andere twee pijlers van de decades houdt in rechtvaardigheid en ontwikkeling, wederopbouw. Dus op het moment dat je met excuses steeds komt en je wil niet praten over rechtvaardigheid, reparation dus, ja. of reparatory justice en reconstruction of redevelopment, ja, dan heeft die excuses voor ons die de nawerking vandaag in de dag ondergaat in alle opzichten weinig of geen meerwaarde. Klopt, maar het begint natuurlijk met het feit dat je eerst onder de aandacht moet brengen dat er een probleem is. Dat is door Nederland lange tijd gewoon onderkend. Dat krijgt nu voldoende aandacht. En vervolgens is het zo dat er een traject wordt ingezet, wat ook zorgvuldig voorbereid wordt, waarin in ieder geval nu excuses worden aangeboden. En wat u betreft had dat nog veel breder moeten zijn. Nou ja, men weigert nog steeds om over rechtvaardigheid te praten en de wederontwikkeling of ja. redevelopment. Ja. Ik zeg, die excuses kan nooit losstaan van reparatory justice. Nee. Er kan niet losstaan van ontwikkeling of dan zeg maar wederopbouw van onze chronisch onderontwikkelde gebieden door de doorwerking van slavernijverleden ja. en de erfenis daarvan.
Dus op het moment dat je komt met excuus en je bent niet van plan om over te gaan tot herstelbetalingen in de brede context van de betekenis van dat woord en dan weer ontwikkeling, ja, dan heeft die excuses voor mij en een heleboel anderen weinig zin of waarde. Goed, dan heb je, u noemt het woord al, herstelbetalingen. Ja. Dan is het in feite zo dat daar zijn een heleboel voor en een heleboel tegenstanders van. Maar als je, los van het feit of je er een voorstander van bent, hoe ga je een verdeelsleutel maken wat waar terecht moet komen? Ten eerste is de vraag, wie zijn de tegenstanders? Van niemand in de, bijna niemand is te vinden in de Afrikaanse gemeenschap die tegen herstelbetalingen zijn. We leven nog steeds op de Antillen in de gruwelijke armoede en de marginalisatiesituatie van onze voorouders. Als zodanig door de doorwerking die met onze voorouders is gebeurd. En onze gebieden zijn chronisch onderontwikkeld. Ja. En daar heb je geld voor nodig. Kijk, dat is, het is niet alleen geld ook niet. Ja. Het hele zeg maar educatieve systeem bijvoorbeeld. Binnen de strafrecht. Dat zijn koloniale bevindingen die aantoonbaar zijn. Die eigenlijk zwarte mensen of Afrikaanse mensen steeds op basis van die erfenis van die transatlantische slavernijverleden, en wij noemen dat de doorwerking, die niet eens is onderzocht, klopt, plaatsvindt nog steeds. Maar dan is het toch wel merkwaardig dat we nu over Kitty Kotti praten. We praten over een Surinaams feest. Er wordt zelfs geroepen van, we willen dat heel graag, dat het in Nederland ook een nationale feestdag wordt. Ja. Betreft 1,9% van de Nederlandse bevolking. Ja. En het is, in Suriname heb je al 16 feestdagen. Mm-hmm. En in Nederland hebben we er 6. Dat scheelt nogal even. Ja. Is dat ook niet een dingetje wat van oorsprong uit Suriname afkomstig is en uit het verleden door alle groepen apart een vrije dag te geven? Zou je niet veel beter kunnen kijken naar bijvoorbeeld een onafhankelijkheidsdag, wat u dan bij wijze van spreken? Nou ja, met alle Stalin als een verzameling. Dat, ja, dat heb ik net gezegd. Daar is niks mis mee. Maar dat is niet aan de orde. Dat gebeurt niet. Dus vandaar deze pleidooi ook. Er moet meer zichtbaarheid komen voor de andere eilanden. En wat betreft een vrije dag, op Sint Eustatius is 1 juli, Emancipation Day, formeel door de overheid, lokale overheid, al als een vrije dag vastgelegd. Dat is mooi. Ja. Ja. Dus in dat context vind ik dat in Nederland, de Europese deel van het Koninkrijk, wat betreft de Nederlandse Antillen dan, of voormalige Nederlandse Antillen, want Suriname is een onafhankelijke land, dan zou je, maar of het nou onafhankelijk is of niet, het gaat om de geschiedenis van Nederland en ja, de transatlantische slavernijverleden. Ja. Dus dan moet een volledige en juiste weerhaven van de geschiedenis ingevuld worden op die dag. En dat op dit moment door de media, door de overheid, door de lokale overheid en ook eigenlijk door OCAN als organisatie die in principe en Nancy, die dus ook in principe de organisatie zijn of is, Nancy vooral, om de Nederlandse transatlantische slavernijverleden volledig in beeld te brengen. Dus die hebben daar ook belastingbetalend geld gaat naar die organisatie. Dus ik zeg dat mijn beurt, die organisaties falen ook tegelijkertijd om hun werk te doen. Ja. Het is natuurlijk complex, want het is in feite zo. We hebben het aangezet door nu over Kitty Kotti te praten. U komt terecht over Antillen. Ja. Maar als je dan kijkt naar de problematiek die erachter zit, is natuurlijk, je creëert toch een precedentwerking. Want in Nederland is het natuurlijk niet alleen zo dat we hele mooie dingen in het verleden gedaan hebben. Dat blijkt wel van niet. Maar als je hier aan begint, heb je natuurlijk ook de situatie met Indonesië. Je hebt te maken met de Molukken en dergelijke. En dan betekent dat ook dat ook een onderdeel van onze geschiedenis is. En dat je het eigenlijk nog breder moet trekken. En dan zou de discussie waarschijnlijk nog veel langer worden. So be it. En het is geen korte termijn ontwikkelingsproces. Het is op een lange termijn ontwikkelingsproces. En kijk, dit zijn de gevolgen van de gruwelijke, barbaarse misdaden die de staat Nederland tegelijkertijd in staat werd gemaakt dat de VOC en de VIM, West-Indische Compagnie, ook daarin kunnen handelen. Ja, the ghost in the room
zal je altijd blijven achtervolgen, ja, als je het niet recht zet. En tot nu toe heeft Nederland gefaald om haar verleden en volledigheid daarin recht te zetten. En die gaat niet weg. Nee. Kijk, in verband met Nazi-Duitsland. Niemand heeft het erover als de Joden zeggen: wij hebben een vrachtwagen nu ontdekt die naar Auschwitz is gereden om herstelbetalingen te doen. Nee. Zodra het om de Afrikaanse kwestie gaat, dan is er al een discussie. Ja, het is zo lang geleden, het is dit, het is dat. Maar de gevolgen hebben wij nog steeds daarmee te maken als Afrikaanse nazaten. En dat kan niet zonder herstel. Als je door een royal stoplicht rijdt, dan moet je ook die boete betalen. En dan herstelbetalingen. Ja. En dan, laten we zeggen, genoegdoening aan diegenen die gedupeerd zijn door. Ja. Ja, dat zal nog een heel lang traject zijn. Sterker nog, heel goed dat u dat zegt. Genoegdoening, dat is healing. Healing kan nooit plaatsvinden tot rechtvaardigheid is tot stand gekomen. En dat een mens veel voelt en vindt dat ze niet in die achterstandpositie verkeren als gevolg van die erfenis. Nee. Dan kan je overhand. Tot slot, we hebben een gesprek. Voelt u zich achtergesteld ten opzichte van mij in ieder geval, of dat niet? Ik ben een persoonlijkheid, dus ik voel me achtergesteld bij niemand. Oké, mooi. Dan dank ik u voor dit gesprek en ik ga u heel veel succes wensen met het mooie initiatief. Ik dank u ook voor dit moment. Dit was Regio TV aan tafel. Dank aan mijn gast Kenneth Couvelet, die duidelijk begrip vraagt voor de situatie die nog lang niet opgelost is. En ook in de toekomst waarschijnlijk nog wel de nodige tijd zal vergen. Maar begrip voor elkaar is er in ieder geval. Wilt u een en ander nazien? Dan kan dat. Doet u op www.regiotvaantafel.nl. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.